maar bij Annemiek Bartels. De Wissels, de Rusland van Pira Klap. En toen gaan we Christophe, Gabriel de Lekelaar. Ook in bijgaan, scheidsrechters van Hederochtend. Achter de plaat, Britt Niemand. Op de eerste ronde, Harry Nokker. En op de derde ronde, Bianca Tweelaar. Voor 82 kijkers. En die was er gisteren niet bij me. En dan gaat ze slaan. En die gaat er doorheen. Een punt wordt naar binnen gehaald. En de bal gaat naar 3. En daarmee komt ook Pro Penkova op het tweede honk. En die knalt hem daar in het rechtsveld. En komt hij thuis? Die komt thuis. En dat betekent 2-0 nu voor DSS. Tak, en die is weg, die is ver weg. Wat een vang! Nee, die loopt er onderdoor. Komt eerst naar de bal toe. Dat is altijd heel erg gevaarlijk. En daar chased Dominique Burger door. En Procopendo komt op een dead on. Stand up! Triple! Tak! En die komt hier richting centerfield. Wordt gevangen. En dat is een sacrifice fly voor Annemiek. En die brengt daar het vierde punt binnen. Duel is duidelijk. Tak! Oh, die gaat erdoor en levert de punt af. Oeh, komt hij nog naar huis? Nee. 2 punten daar voor Amsterdam Pirates. Het duel zit nu helemaal daar waar hij hoort te zijn. Aan de plaat. Ja. Aan de plaat. Daar ligt het duel. Precies. Misschien ligt daar ook wel de sleutel van deze wedstrijd. En ze tikt hem weg en die gaat erdoor. En er komen 2 punten op binnen. Wat ik je beloof. Gaat het gebeuren? Ja. Nee, ja. 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 Ja, dat zou ik wel heel gewaagd vinden, maar goed, you never know, you never can tell. Ze slaat hem. En die valt. En die valt en die loopt door naar 1, naar thuis en ja! Ja, Jameson, die kan wel tikken hoor. En je wil het niet geloven, ik zit op de 2G-grens en de KPN flikkert me er weer uit. Dat meen je? Ja. Goh, dat zou je toch. Dat is toch ongelooflijk. En er komt binnen. En 2. En dan gaat hij. Oh, die gaat ver. Die gaat heel ver. Komt hij erover. En home run. Daar. Voor. Morgan Sampson. En ze had het me beloofd vanmorgen. Dat ze dat zou gaan doen. En daar is hij dan. Weliswaar met een kapotte enkel. Maar ze doet het gewoon. En ze loopt uit naar 7-4. Ja, dit zijn de tikken die je niet gauw te boven komt. En dan lopen ze nog steeds daar waar ze horen. En nu dan. Hetzelfde systeem. Tweede nul is wel een punt bij nu. 7-5. Nee, die hebben we volgens mij al gehad. Dit is Stacy Groot. Ik ben niet goed bij mijn hoofd. En nu. Vang en ball game. 7-5. Wint DSS van Pirates en gaat daarmee blijven in de Golden League.